Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag gaan we de kerstvideo opnemen. We zijn dus aan de vooravond van de kerstmis. Het is nu 23.12 wanneer ik deze video opneem. Dus eigenlijk de dag voor de kerstavond. Ik wil jullie graag van een harte een prettige kerst toewensen. Een prettig nieuwjaar ook. En de dagen tussenin. Gewoon. Laat ze goed. Allee, laat jullie verwijnen. Laat gewoon even al je zorgen los. En ja, het gaat minder goed gaan door corona. En het was wel een jaar met corona en dit en dat. Maar we hebben het overleefd en we mogen van de staat mogen eindelijk nog eens een kerstfeest houden. Dus ik ga morgen, dat is 25 december, ja, morgen 24 december. Ja, dat is vandaag dus. Vandaag, de dag dat de video komt, heb ik ook een kerstfeestje. En de 25 heb ik ook een kerstfeest. Dus ja, ik wil jullie guys zeker bedanken voor wat we hebben meegemaakt dit jaar. We zijn van de 100 in de 80 subs naar 213 gegaan. En dat is echt wel... Dat was een leuk jaar. Het was een heel leuk jaar. Ook er zijn mindere momenten geweest. Maar de afgelopen 4 maanden heb ik echt wel gegrind voor YouTube. Heb ik eigenlijk elke dag zitten editen. Voor eigenlijk elke week 2 video's te kunnen uploaden. En daartussen nog eens gestreamd ook. Dus het was echt wel een jaar waarin ik dacht van... Als ik dit overleef, overleef ik alles. En ik heb hoofdpijn gehad. Ik heb hoofdpijn na de edit-sessies. En... Ja, dat is niet zo maar iets dat je gaat doen. Soms, ik heb aan 1 video zelfs 2 dagen gezeten. En ja, de volgende video voor 2000... een FIFA-video voor in 2022, januari dus. Ga ik ook heel lang aan zitten. Dus ja, ik heb verschillende video's geüpload. Waarin ik van maandag tot zondag aan het opnemen was. En dan nog geüpload heb. En allee, zo'n dingen... En dat is eigenlijk mijn dingen nu tegenwoordig. Ik heb leren editen door Sven. En ook, ik heb dat geperfectioneerd. Waarom heb ik dat geperfectioneerd? Ik heb letterlijk alles wat ik kon en alles wat ik niet kon, heb ik eigenlijk... Alles wat ik kon, heb ik geperfectioneerd. En alles wat ik niet kon, heb ik in de afgelopen maanden van Sven geleerd. Zoals die edits van FIFA, ik kon dat niet. En nu kan ik dat wel. En ik ga dat proberen nog beter te perfectioneren in 2022. Dus ja, ik vond het echt wel een plezant jaar. Ook omdat ik Sven heb teruggezien in dit jaar. Ook omdat ik van alle leuke dingen op YouTube heb kunnen doen. Heb mogen doen. Zoals die FIFA-video's. Dat kon ik niet als ik een jaar geleden. Kon ik niet. En nu heb ik letterlijk... Elke video dat ik online heb gesmeed, heb ik heel lang aan gewerkt. En ja, het was eigenlijk wel een leuk jaar. Oké, er zijn mindere momenten geweest, zoals de relatie met mijn ex die daar gedaan is geraakt. Maar eigenlijk, ik ben er zo hard mee bezig geweest met in mijn hoofd met van... Ja, we moeten toch een leuk jaar van maken. Ik heb nu de tijd toch voor YouTube-video's te maken. Waarom doe ik dat niet? En toen dacht ik van, ja, waarom ga ik er niet de hele dag mee bezig zijn? Ik zit er nu toch op mijn kamer, ik kan er beter professioneler mee bezig zijn. En het is me ook gelukt. Het is me heel goed gelukt. En deze is eigenlijk wel een leuk jaar geweest. Oké, ik heb heel veel tegenslagen gehad op YouTube dit jaar. Dat we omhoog gingen en omlaag en omhoog en omlaag. Maar dat heb ik altijd al gehad en dan moet ik het nu niet kunnen aantrekken. En dat kan ik. Ik heb gewoon gezegd van focus op goede content maken, dan komen de abonnees wel erbij. En dat heb ik eigenlijk zo hard gedaan, dat de abonnees er gewoon bij kwamen. En
Ja, ik had iets op YouTube gezet dat ik eigenlijk niet wou zetten op YouTube. Dus ja, hier een fragment ervan. Ik heb er eigenlijk nooit openlijk over gesproken op YouTube. Maar ik heb sinds 2 mei 2020 een relatie. En ja, dat was eigenlijk wel zo'n stom moment dat ik dat gezegd heb. En ja, ik zou dat moment dat ik zo terug, als ik in de tijd terug kon, had ik dat moment niet gezegd. Maar ja, ik weet dat ik in de fout ben gegaan met dat moment op YouTube te zetten. En met dat eigenlijk openbaar op YouTube te zetten, want vanaf dan is het gekelderd. En ja, ik weet het. Het wordt echt moeilijker om zo'n dingen op YouTube openbaar te zetten, want je weet nooit welke reacties dat er zijn. Oké, dat waren net goede reacties. Maar op die video, ja, het is dan slecht gegaan in die relatie. En ja, zoals ik het zeg, het is dan in een maand gekelderd. En heb ik gewoon gezegd van doei. En ja, dat is echt. Oké, er zijn heel veel slechte momenten geweest dit jaar, maar ook heel veel goede momenten. En de goede momenten, die moeten we koesteren. Maar ik ga het hierbij laten. Ik wens iedereen nog een prettige kerstfeest toe. Ik zie jullie guys volgende dinsdag weer terug met een nieuwe video. En volgende week vrijdag is er weer de packs, allee, de beste packs van 2021. En ja, it's gonna be a good video. Bedankt voor het kijken naar mij het afgelopen jaar. Er zijn nog 2 video's dit jaar, dus niet getreurd. Er zijn nog 2 video's na deze. En ja, ik zie jullie guys volgende dinsdag terug. En dan, ja, dan ben ik je boy altijd Dylan. Joe, joe.